Een kooi heeft wel in zijn keelruimte zogenaamde fijne keeltandjes. Honderden maar liefst, waar hij zijn opgenomen voedsel... Oh, ah, nee. Nou, dan ga ik... Isa, ja? Jij mag gewoon lekker mijn hele zwembad vol met karpers. Wat goed! Nou, welkom. Welkom bij de podcast Wat Goed! Ja, onze positieve podcast. Hè, dus met Martin Meiland en ikzelf, Erika Renkema. Nou, dat is alweer aflevering 6. Ja, het gaat sneller. Het gaat zo hard. Ja. Joh. Ja. Nou, vandaag hebben wij een hele lichte borrelplank. Want het is helemaal code oranje. Want het is natuurlijk eigenlijk niet zo hard. Het is zo heet. Nee. Ik heb elke dag een zweetsnor. Ja, nu ook. Je hele neus glimt. Erg, hè? Ja. Het is zo. En weet je wat ook? Je hebt ook helemaal met die hitte geen zin in eten. Nee. Dan denk je 's morgens, wat zullen we vanavond weer eten? Doe maar een salade. Dus die kilo's die vliegen er eigenlijk af. Bij jou ook? Ja, en ik heb al bijna geen vet op mijn bot. Je moet uitkijken, je moet wel blijven eten. Maar goed, daarom doen we dus vegan. Hè? Vegan? Vegan, ja. Dat is dus allemaal plantaardig. Er komt geen beest aan te pas. Maar toch hebben we grillworst, zie je, deze. Oh, wat een rare worst. Het lijkt wel of die helemaal een ziekte heeft. Allemaal met schubben erop of wat dan ook. Het lijkt net of die in de menie staat. En is dat kaas? Dat oranje? Ja, en dat is dus kaas. Zou je zeggen, ja, dat is toch niet van een dier. Maar vegan is dus ook geen producten van een dier... zoals melk en stremsel en dat soort dingen. Oh. Nou, dit is een lekker vijgenbroodje. Dus alleen met vijgen erin? Ja, maar dat lijkt mij nou juist zo lekker. Ja. En dit is vegan kaviaar. Oh, vind ik zo overdreven... Waarom zou je vegan kaviaar nemen? Dat lijkt me nou echt niet lekker. Die grillworst die wil ik wel graag proberen. En wat zit er in dat flesje? Nou, dit is dus, dat gaan we lekker drinken, want het is koud. We doen vandaag geen wijn, want daar is helemaal geen weer voor. Dit is dus een, het is een soort iced tea. Maar het is een drankje met, dan moet ik even op mijn blaadje kijken hoor. Oh ja, het is thee, dat klopt. Het is gezoete thee met azijnzuur. Azijnzuur? Nou, azijnzuur, dat is heel... Bacteriën, die zijn waarschijnlijk heel goed voor je darmen. Nou. En gistculturen. En dat geeft dus een soort prikkeling achter in de keel. Nou, ik ga voor jou inschenken. Kom maar met je glas. Oh, trouwens, helemaal weer. Schenk jij het even in. Lepeltjes vergeten ze weer. Ik ben toch ook zo helemaal de weg kwijt. Jij bent helemaal de weg kwijt. Kom door de hitte, joh. Je bent gewoon bevangen door de hitte. Ja. Nou, kijk. Het lijkt niet bepaald op wijn, dus hij zal wel even moeten wennen. Maar wie weet is het heel erg lekker. Heb je er zin in? Nou, wat denk jij? Ik hou helemaal niet van thee. Ik vind thee altijd... Maar hou je wel van gistculturen? Gistculturen? Nee, ik hou wel van gefetimeerd. Of hoe heet dat? Gefermenteerd. Gefermenteerd. Is het wat? Toch maar even proost, want dat is helemaal ongezellig. Oh, het is heel lekker. Nee. Serieus? Het is heel fris. Het lijkt iced tea. Het doet me denken aan iced tea. Ja, maar het is ook thee. Ik vind het lekker. En er zit toch een soort bubbeltje in, hè? Het smaakt nergens naar. Er zit ook gember in. Ik denk dat het heel gezond is. Oh, dat is het gember. Ja, maar dat is wel lekker, hè, als het heet is. Ik hou helemaal niet van gember. Niet. Ja, moet je luisteren. Vorige week hadden wij natuurlijk Rachel Hazes. Ja, dat was leuk, hè? Was zo leuk. Zo leuke vrouw. Ja, vond het enig. En het leuke was... Ik wist helemaal niet dat zij toen de tijd uit die baarmoeder gegleden is in Rotterdam. Ik dacht dat zij echt Amsterdamse was. Nee, dat wist ik ook niet. Daarom vroeg ik ook aan haar toen van... kan je nog iets in het plat Rotterdam zeggen? Toen begon ze over die vinketering, weet je wel zo. Ja, dat is het Groenendijk ook altijd. Ja, die kan het ook zo goed. Ja, leuk. Ja. Nou ja, en deze week hebben we natuurlijk weer een surprise in Belgast. Waar is de Gouden Envelop? Die staat hier onder mijn stoel. Nou, wij weten wederom weer van niks. En dat vind ik altijd zo leuk. Is het een hij, is het een zij? Nou ja, kijk hoor. Nou, daar gaat hij. Ga jij gillen? Oh! Nou! Richard Groenendijk! Nou, wat leuk. Oh, nou, dat vind ik leuk. We zijn laatst nog naar zijn show geweest. Ja, leuk show in Rotterdam. Oh, het is zo knap. Nou. Hij praatte wel 2 uur achter elkaar zonder papiertje om te checken. Ja. Achter elkaar door. Ik vind het zo knap. Ja, ik ook. Ik zei het tegen Fanny, die vrouw die mijn wenkbrauwen altijd zwart maakt. Ja. Ik zeg, meidje, je moet daarheen. Ze zegt, nou, dat is ook een goed idee. Want die vent van mij die is eerdaagsjarig en ik weet nooit wat ik moet geven. Dat is leuk. Dus zij ging 2 kaartjes helemaal bestellen. Nou, het was echt een avondje uit. Echt zo knap. Oh, wat maken ze een herrie, die mannen bij het zwembad. Wat zijn ze aan het doen dan? Ja, die tegels. We krijgen van die ramtegels. Ja, hoef je dat niet op... Oh...
Nou ja, dat maakt niet uit. Oh, zij zat vastkloppen. Ja, nou ja, het zei zo. Het werk gaat ook door. Ja. Maar goed, we hebben ook een dilemma voor Richard. Oh, vertel. Nou, dat is dus of je mag de rest van je leven 8 voorstellingen per week nog maar 1 rol spelen. Namelijk die van Monsieur Thénardier in Les Misérables. Oh ja, van Les Misérables. Nou ja, dat is dus uitgaand van 48 weken per jaar keer 8 is 384 voorstellingen. Ja. Of vanaf nu breng je de rest van je dagen door als marktkoopman. Oh, maar dat vind ik hem ook wel een type voor. Ja, ik denk dat hij dat heel goed kan. Een beetje alles aanprijzen. Ja, en dan gaan we ook aan hem vragen welk product hij dan aan zal prijzen aan de mensen op de markt. Ja, dat gaan we ook. Waar hij in zou willen handelen. Onderbroeken of ja, dat deed goed, Gordon. Gordon zat vroeger volgens mij ook op de markt met ondergoed. Ja, als ik me goed herinner. Dat klopt, ook leuk. Nou, dan laten we dit even liggen voor Richard. Ja, leuk. Nou, wacht eventjes. Oh ja, ik heb een nieuwtje. Oh, en dat is? Wij hebben vanaf dit moment een nieuwe item. Oh ja. Een nieuw item. En dat item dat is uit in eigen land. Uit in eigen land. Ja, want weet je, mensen staan zo lang in de rij op Schiphol. Het is verschrikkelijk. Of je zit met die kinderen op die achterbank in die auto urenlang. Naar wij vroeger op die ook deden. Route Soleil. 14, 15, 16 uur in die auto. Ja. Ja. En dan denk lekker in eigen land, weet je. En het is een goede zomer volgens mij. Het is lekker warm. Alles dichtbij. En dan kan je s'avonds weer naar huis liggen in je eigen bed. Nou, dat wilde ik zeggen. Dat doe ik natuurlijk het allerliefst. In je eigen bed, dat dekbed en dan dat hoofd. En dan wordt het gelukkigste moment van de dag. Ja. Ja, nou ja, dat gaan we straks allemaal doen. Ja. Oké, nou ja, het persoonlijke nieuws van deze week. Oh, het persoonlijke nieuws. Ja, wij hebben goed nieuws. Nou, niet zo heel groot nieuws. Wat dan? Maar het is wel goed nieuws. Dat Grasmaaier het sinds vanmorgen weer doet, na weken. Oh ja. Want jij hebt het nog een paar keer met die maaier gedaan. Ja. Maar de draadjes waren doorgebroken omdat er in de grond werd gegraven. Dus eindelijk is die meneer vanmorgen geweest. Ja. En die heeft het allemaal weer goed gemaakt. Dus dat ding gaat nou weer heerlijk door de tuin van links naar rechts. Ja. Nou, zo fijn. En we hadden natuurlijk persoonlijk nieuws, goed nieuws. Want het was natuurlijk afgelopen woensdag. Woensdag was het. Zo'n hete dag. Het was ergens in Nederland 40 graden. Ja, boven de 39 volgens mij. Ja, boven de 39. Ja, het was niet wij hadden dat zwembad. Ja. Dus wij gingen helemaal met onze Maxime Montana en die kleinkinderen helemaal in dat zwembad. Nou, zo heerlijke verkoeling. Zo lekker. En zelfs onder de parasol daarna, want anders was het gewoon veel te heet. Meid, ik was helemaal dip verbrand. Dip and dry was het eigenlijk, hè? Ik was helemaal verbrand. Ja, dat heb ik gezien. Maar ja, jij smeert je niet in. Dat is zo stupide. Dat schijnt helemaal niet goed te zijn. Nee. Dit wel zeker. Ja, nou ja, weet je, dat trekt wel bij, jongen. Dat maakt helemaal niet uit. Ik kan weer tringelingeling. Neem even een slokje nog van die gember. Zie je wel dat lekker is? Nou ja, lekker is het. Nou ja. Bij gebrek aan iets anders is het lekker. Ja. Ja, code oranje hè, deze week. Code oranje. Door het weer. Ja, maar niet alleen dat. Nee. We hadden code oranje, maar we hadden natuurlijk ook die meiden. De van het hockey. Oh, die ook, ja. Die zijn gewoon wereldkampioen geworden. Ja, voor de derde keer op rij, hè, las ik. Voor de derde keer op rij. Dat vind ik echt knap, ja. Ze hadden natuurlijk enorme problemen met die trainster. Die vorige? Die vorige, ja, dat was een soort schrikbewind. Dus een beetje de lol ging er danig vanaf. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet als team, vooral bij teamsporten, moet je gewoon ook lol hebben met elkaar. En dat was er wel een beetje af. Maar ze hebben nu een ander. En ja, een man. Dus een man. Ja, een man. Nou, dat maakt toch niks uit? Nee, maar die andere was een vrouw. Ja, dat klopt. Ja, dat was dat een vrouw. Dat was Alison Anan. Ja, en nou hadden ze Jamilon Mulders. Mulders. Mulders, met een trema op de U. Ja, ja. They did it again, hè? En they did it again. Van de, hoe heet zij? Onze Britney Spears. We did it again. Ja, ja, helemaal leuk. Dat zullen ze wel gezongen hebben die avond, denk ik. Ja, ja. Ja, en dan hadden we natuurlijk ook nog de Leeuwinnen. Ja, de Leeuwinnen. Hoe is daarmee? Want ik kijk eigenlijk nooit. Ja, die zijn ook weer door. En morgenavond moeten ze tegen een favoriet Frankrijk. Die schijnen heel goed te zijn. Oh, ja. Maar we hebben pech. We hebben dit jaar zo'n pech. We hebben nou ook weer Lieke Martens. Kan niet meespelen morgenavond, want die heeft een voetblessure. Maar je weet niet wat.
Ja, aan je voet heb ze wat. Ze hebben een. Erg, en die heb je constant nodig. Zij is waarschijnlijk helemaal uitgeschakeld voor het hele toernooi. Vindt ze zo erg en ja, zo leuke meid. En zij is een van de beste ook. Zo erg. Maar ja, laten we dan ook nog positief zijn. Want we hadden Jackie Groeneveld, of hoe heet zij? Ja, toch? Jackie Groene. Jackie Groene, oh, die was eerst positief, helemaal met de corona. En nu is ze gelukkig negatief getest, dus die doet morgenavond mee. Die wordt weer ingeroosterd. Ja, wat goed. Maar ja, ze zullen het wel moeilijker krijgen natuurlijk, hè, nu. Hoe bedoel je? Nou ja, Lieke Martens eruit, dat is toch wel de topper van het stel. Ja, maar gelukkig doet Miedema wel weer mee. Want die had ook corona, maar die is er ook vanaf, gelukkig. Ja. Dus het is een hele spannende avond. Ik zit morgenavond helemaal klaar. Maar ja, dan wil ik jou toch eens vragen. Want jij kijkt, dat verwacht ook niemand van jou, maar jij kijkt dus heel graag voetbal. Hè? Dat is al tientallen jaren zo. Ja, ik vind het zo. Terwijl je zelf natuurlijk zo asportief bent, als ik weet niet hoe. Ik bedoel, als we ergens gaan winkelen, dan wil je eigenlijk liefst de auto gewoon voor de winkeldeur zetten. Ja. Dat je niet te veel beweegt. Ja, dat klopt. Maar wat vind jij zo leuk aan vrouwenvoetbal? Zie jij verschillen met mannenvoetbal en zo ja, welke? Ja, nou, je ziet al veel meer dat bij het vrouwenvoetbal veel minder dat die scheidsrechter gele kaarten en rode kaarten trekt. Bij mannen veel meer. Die zijn natuurlijk, ja, ik weet het niet, dat zit zeker in het instinct. Die zijn harder en zo. Ja, maar doen ze dan dus eerder iets waardoor je een kaart verdient? Ja, ja, oké. Okay, dus het ligt niet aan de scheidsrechter. Ja, nee. Dat ze meer door de vingers zien. Nee, het is. Nee. Nee. Het is ruiger en Ja. Nou ja, en weet je, ja, ik vind het leuk. En dan vind ik ook wat zo knap, want dan staan ze buitenspel. En denk ik, oh, wat fout. Want dan zit je al helemaal vaak bij de goal, bij het doel. Nou, en dan staan ze buitenspel. Dan gaan ze fluiten en dan ligt het spel stil. Ja? Ja, weet je het, buitenspel? Wat het betekent, hoe dat gaat. Buitenspel. Ja, dat je in die kring bent geweest waar je niet mag komen voor een ander van hetzelfde team. Ja, van het andere team. Ja, ik weet het. Dat is het. Heel veel mensen weten dat niet. Maar wat heeft dat met mannen te maken? Nee, dat heeft niks met mannen te maken, want daar is het hetzelfde. Maar ik ga alvast door. Maar, ik pak door. Nee, maar luister, valt het jou niet op dat bij vrouwenvoetbal dat vrouwen nog zo heel erg fanatiek zijn? Want wij hebben vorig jaar of het jaar daarvoor keken wij met z'n allen ook wel. En dan zie je gewoon dat ze zo bloedfanatiek zijn. Juist omdat ze natuurlijk, hè, ze hebben nog geen naam opgebouwd en zo. En ze zijn nog niet van de nepsliding en dat soort dingen. Van die poppenkasten en kreunend op de grond liggen. Nee, ze vallen en hup, meteen weer door. Ja. En dan die paardenstaten die allemaal zo lekker zo door de wind wappen. Het is toch wel heel anders. Ja, maar dat is waar wat jij zegt. Kijk, mannenvoetbal bestaat al 1000 jaar. Ja. En dat vrouwenvoetbal, dat is eigenlijk pas. Dat staat helemaal aan het begin. Dat staat helemaal in de kinderschoenen nog. Ja. Helemaal. En ook toen met dat geld, dat ze zo weinig geld krijgen. Ja, maar dat is rechtgetrokken natuurlijk. Hè? Maar ze zeggen ze zeggen wel eens ja. Ik vind het niet om aan te zien, ik ga niet kijken. Maar dan denk ik, ja, maar het is een heel ander type mens die daar aan het sporten is. En die heeft ook weer zijn eigen kwaliteiten. Dus het is ook mooi om te zien. Ja. Het is anders, maar wil niet zeggen dat het natuurlijk minder is. Nee, dat klopt. Nou, en ik heb nog het laatste positieve nieuws van deze week is dat wij op Juke.nl, waar onze podcast natuurlijk te beluisteren is, staan we gewoon weer nummer 1. Oh, staan we weer nummer 1? We staan gewoon nummer 1 op Juke.nl. Oh, zo leuk! Nou, had jij nog meer nieuws of niet? Nou, ik heb gelezen dus over Suzanne en Freek. Oh ja, dat zangduo. Ja, die gaan trouwen. Eindelijk. Maar nou heeft hij haar gevraagd in Berlijn. Maar dan vraag ik me af, was dat dan tijdens een concert? Want dat kon ik er niet uithalen. Nee, volgens mij was het niet tijdens een concert. Waren ze gewoon samen daar? Zij waren gewoon samen. En toen zei Frank tegen die Suzanne, joh meid, moet je luisteren. We hebben zo lang verkering. Wij moeten gaan trouwen. Ja. Maar vond ik ook leuk nieuws. Als je natuurlijk samen kan werken. He, en zingen en privé. En dat gaat dan goed. Dat hebben wij eigenlijk ook. Nou, dan kan je er wel van op aan dat het gewoon goed blijft. Kan je net zo goed trouwen. Ja, dat is ook leuk. En dan heb je nog een leuk feestje. Nou ja, moet je precies. Luisteren. Dat is toch prima. Nou, leuk voor ze. Ja, nou, en weet je wie er ook getrouwd zijn? Die J-Lo. Jennifer Lopez met Ben Affleck. Oh ja, met die. Ja, die hadden vroeger, volgens mij 20 jaar geleden, hadden ze verkering. Toen is die verloving. Dus een paar jaar, was heel kort. Uitgegaan. Ja, toen is het uitgegaan. Ja. Nou ja, en toen zijn ze ieder hun eigen weg gegaan. En hebben natuurlijk gewoon kinderen gekregen met andere personen. Ja, klopt. En nou hebben ze elkaar, zijn ze elkaar weer tegengekomen en. Dan is dat wel echt de liefde, denk ik. Ja, dat klopt. Nou, moet dat je gaat nooit meer stuk. Dat was bij ons toch hetzelfde. Ja, dat maar wij waren geen 20 jaar uit elkaar. Nee, dat klopt. Nee. Wij waren heel kort uit elkaar, volgens mij maar een maand of 6. Ja,
Volgens mij toen jij in Amsterdam zat. Toen hebben we ook nog eens een paar weken niet met elkaar gebeld. Nee, dat klopt. Ja, dat dachten we, dat is beter. Ja, maar dat beviel ook niet. Nee, dat beviel ook helemaal niet. Nee. Moet je luisteren. Geef mij dat flesje eens. Nou, zie je wel. Het is lekker, hè? Hoeveel procent alcohol zit er nou in? Nou, niks natuurlijk. Oh, zit er helemaal geen alcohol in? Nee. Dit reinigt misschien wel je lever. Neem maar lekker, hoor. Schenk maar in. Oh, reinigen je lever? Ja. Oh, nou, oké. Okay. Nou ja, moet je luisteren. Moeten we niet naar een andere rubriek? Ja, we gaan naar een hele leuke rubriek. De dilemma's. Wat goed! Ja, die mensen die hebben weer video's ingestuurd. Ja, de mensen hebben video's ingestuurd. Dat kunnen ze natuurlijk insturen naar dilemma@watgoed.nl. Ja, precies. Nou, en dan komen gaan we de leukste, die mag een boek van ons kiezen. Ja, boek en dat van... gaan we dan opsturen. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. De eerste is van Kimberly. Ja, Kimberly. Ik heb ook een dilemma voor jullie. Namelijk, zouden jullie of liever één dag op een huilend kind op willen passen... of een hele week een zeurend familielid over de vloer willen hebben? Oh. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Hoezo dan? Nou, dat wij niet. Ja, toch. Dat heb je met een dilemma, natuurlijk. Ja, nou, dat klopt. Ik pas maar waarom weet jij dat meteen dan? Nou, ik pas liever één dag op een huilend kind. Ja, dat is misschien... Ja, want dat is ook eigenlijk zeurend. En anders zit je er een week aan een vast. Een week? Ja. Nee, dan heb ik liever één dag. Dan maar even één dag ja, even maar een huilend kind is wel vreselijk, hoor. Dan moet je de hele dag mee rondlopen en dan weer wiegen. En dan... Ze blijven huilen dus, hè, de hele dag. Ja, nou ja, moet je luisteren. Nou, laat mij maar die ene dag doen dan. Dan ga jij lekker de hele week. Met de... Nee, want ik vind een week ook verschrikkelijk. Een Doe week? Ook maar een dag. Dan weet je van, nou, het is straks afgelopen. Ja. Nou, Kimberly, wij doen toch gewoon één dag met een huilende rotkind op je arm lopen de hele dag. En dan in die hitte. Nou ja, rotkind. Het probleem is dat je niet weet wat er dan is met zo'n baby, zeg maar. Hè? Hebben wij het er ook wel eens gehad met Claire. En dan liepen we ook de hele avond met Maxime. En toen bleek later dat ze gewoon honger had. Ja, dat klopt. Maar dan zit je er helemaal over in en daarom is het zo naar. Ja, maar ja. Maar ja, beter dan een week lang, dat vind ik ook. Ja. Jou, Kimberly, wij kiezen voor optie 1. Ja, optie 1. Wij gaan door met de volgende. Die vrouw die heet Isa. Isa. Ja. Hoi, ik heb een leuk dilemma voor jullie. Of jullie zwembad wordt omgetoverd tot een hele grote kooikarpenvijver... of jullie moeten 5 straatkatten in huis nemen... die natuurlijk de hele boel op stel te zetten. Oh, nou... Dat is makkelijker voor mij. Wat dan? Ik kies voor die katten. Die de hele boel op stel te zetten vind ik zo leuk. Dat ze in de gordijnen hangen hier en zo. En dat ze op jouw bank gaan liggen. Spinnen. Ik wil geen kooikarpers in het zwembad. Nee, maar moet je luisteren, Erika. Dat kan toch helemaal niet met Babs en Bijou. En dan 5 katten erbij. Jij bent helemaal van de ratten besnuffeld. Nou, nee, kooikarpers is leuk. Dan heb je geen zwembad meer, hè, wat je zo graag wou. Nou, zeg het maar. Nee, dan ga ik toch voor die vissen. Ja? Ja, dan ga ik toch voor die... Ga je daar dan tussen zwemmen? Nee, want die bijten me dan. Nee, dat moet ik niet. Dat vind ik eng. Ik weet niet of kooikarpers bijten. Maar dan voel je ze zo langs je lichaam. Zo'n slijmerig laagje zo langs je... Dat vind ik niet erg. Maar ik ga dan wel op internet eerst kijken of ze niet bijten. Nee, volgens mij bijten niet. Het zijn geen piranha's. Oh, dus je gaat niet voor die katten? Ik ga even kijken. Bij zo leuk katten. Nee, joh, zij moet even wachten, Isa. Wacht even. Wacht even. Bijten, kooikarpers. Dan moet je eerst kooikarpers in tikken. Hoe schrijf je dat, kooikarpers? Gewoon K-O-O-I, toch? Ja, en een karper. Karpers. Bijten, kooikarpers. Oh. Geen resultaat. Geen zorgen. Oh. Je kooi zal niet aan je vinger knabbelen... als je hem je vinger aanreikt. Een kooi heeft wel in zijn keelruimte zogenaamde fijne keeltandjes. Honderden maar liefst, waar hij zijn opgenomen voedsel... Oh, ja, nee. Nou, dan ga ik... Isa, jij mag gewoon lekker mijn hele zwembad vullen met karpers. Nee hoor, breng mij die 5 straatkatten maar. Ja, nou, dan heeft zij van allebei een dilemma. Dan zijn we het kind niet eens, dat is bijna nooit. Nee, dat klopt, dat is zo. Lachen. Wij gaan naar de laatste, is van Vera. Vera. Hi Erika en Martien, ik heb ook een dilemma voor jullie. Of het is net zoals vandaag, altijd en overal, dus zelfs in huis, 35 graden. Of jullie verhuizen naar een iglo château op de Noordpool, waar het altijd vriest. Nou, ik hou sowieso niet van kou. Nee, ik ook niet. Daar vriest het altijd. En dan moeten we ook weer verhuizen naar die iglo.
Nee, daar heb ik geen zin in. Ik ook niet. Ik wil mijn huis niet meer uit. Ik ook niet. Maar ja, dan is het hier dus altijd 35 graden. Ja, wat kan mij het schelen? Dan loop ik de hele dag in mijn blootje. Ja, precies. Dan doen we gewoon een bakje water waar we onze voeten lekker in doen. Moet ik me anders eerst wel even ontharen nog? Oh. Ja. Nee, ik ga niet naar die Noordpool. Ik blijf zo. Nee, ik ook niet. 35 nee, graden. Sowieso. Nou, ik vind, van de week hadden we meer dan 35. Nou, ja, maar het was niet fijn. Nee. Maar kan je dan een airco kopen? Heb je nog geld voor een airco? Dan zetten we overal airco's neer. Nee, dat is heel slecht voor het milieu. Je kan beter gewoon het raam lekker open. En je voeten in een badje, Martien. Gewoon je voeten in een badje en veel water drinken. En ja, en dan niet te veel doen. Nee, maar ik ga dat zwembad ook niet meer in, want het water is 35 graden. Nee, buiten. Het zwembad niet. Dan zet je die pomp uit. Vera zei toch ook het zwembad? Wel waar, Vera zei dat het water van het zwembad ook 35 graden is. Dat is niet lekker. Nee. Maar ja, dat scheelt wel. Dan hoeven we hem ook niet op te warmen met dat dure apparaat in dat schuurtje. En dan spoelen we ons gewoon af met hoe heet dat? Dat ding wat hier hangt voor de bloemen. Een tuinslang. Een tuinslang. Met een tuinslang. Ja. Ja. Nou, het is Vera, niet ideaal, maar we gaan voor optie. Ja, wij gaan niet naar de Noordpool. Je gaat zelf maar. Ja. Nou, moet je luisteren. Nee hoor. Nou, dankjewel Vera. Ja, dankjewel allemaal. Nou ja, wie vond jij het beste? Wie heeft er recht op het boek? Even denken hoor. Even denken. Ja, ik moet ook even denken. Ja, ik vond die tweede met die kooikarpers vond ik toch wel leuk, gek verzonnen. Ik ook, met die vijf zwerfkatten. Ja. Ja. Nee, dan gaat ze. Isa, laat het maar even weten welk boek, het boek van Martine of de motor achter de meilandjes van Erika. Laat maar weten. Ja, dan krijg je hem thuis gestuurd. Oké. Okay. Doei. Doei. We gaan zo bellen met Richard Groenendijk. En nou ja, we hebben natuurlijk een heel leuk dilemma voor hem. Ik zal hem nog even voorlezen. Of je mag de rest van je leven 8 voorstellingen per week nog maar 1 rol spelen, namelijk die van Monsieur Thénardier in Les Misérables. Of vanaf nu breng je de rest van je dagen door als marktkoopman. Oh, ja, dus ik ben heel benieuwd waar hij voor gaat kiezen. Ja, ik ook. Ik ben zo benieuwd. En wanneer hij er straks komt met ze te inbellen. Nou, voor de mensen die thuis meekijken of meeluisteren, als je nou zelf een leuk dilemma weet of je krijgt lekker inspiratie hiervan, laat het ons weten via dilemma@watgoed.nl. Ja, wil jij een stukje van die vegan? Oh ja, we moeten even aan de vegan worst. Oh, ik zit helemaal mee. Krijg jij van mij een stukje vijgen? Nee, ik neem ook die worst. Ik ben zo benieuwd hoe dat nou smaakt. Of we nou, dat doe ik ook eerst dan. Oh. Nou? Vreselijk. Jij vindt het ook niet lekker. Nee, ik vind het ook niet lekker, nee. Oh. Luister eens. Wij gaan door met die nieuwe rubriek. Uit in eigen land. Ja. Ja, want nou, ik zei het al, op dat Schiphol is drama en die auto. Nee, zal ik die? Misschien ja, doe nou maar, dat is heel lekker. Ja, oké. Ja, één moment. Wacht even, mensen. Ja. Ja. Uit in eigen land. Dat heeft een heleboel voordelen. Je staat in ieder geval niet urenlang in de file. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Slot Zuilen. Nou, dat is prachtig. Bij Utrecht is dat, hè? Dat is bij Utrecht. Er is helemaal water omheen. Hij heeft prachtige tuinen. Hele grote kamers, hele hoge plafonds, hele grote hoge spiegels zoals wij in Chateau Mario hadden. Voor me. Ja, met van die doeken ook allemaal binnen, wat wij ook hadden. Gobelins, ja. Gobelins heet dat. Wij hadden ook die mooie doeken inderdaad, in de Salle Magee. Ja. Nou, en het leuke ervan is eigenlijk, een van de mensen die daar ooit gewoond hebben, dat was een vrouw. En die heette Belle van Zuilen. Ja, en die spraken allemaal Frans, hè, die mensen toen. Ik zal je wat vertellen. Die Belle van Zuilen, dat was gewoon een Nederlandse vrouw. Maar die sprak Frans. Ja, maar dat was vroeger bij de elite, zeg maar. Bij de hogere adelklasse. Ja, dat klopt. Spraken ze Frans. Spraken ze Frans. Ja. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous of zo, heet dat toch? Comment allez-vous? Ja, dat zeiden ze dan tegen elkaar allemaal zo. In die adellijke families gingen ze allemaal Frans praten tegen elkaar. Ja, dat was heel chic. Ja. Nou ja, dat zouden wij dus wel kunnen. Ja, maar wij zijn niet zo chic. Nee, maar wij kunnen heel goed Frans. Ja, natuurlijk. Wij hebben heel lang in Frankrijk gewoond. Nou, maar het gaat ook een beetje om de uitspraak, hè? Anders verstaan ze je niet. Oh, maar dat maakt niet uit. Nou, als ze je maar begrijpen. Nee, natuurlijk niet. Dat maakt helemaal niet uit. Maar in ieder geval, dat kasteel is adembenemend. Maar het is wel leuk. En het ligt een beetje in het midden van Nederland. Dus dan ga je 's morgens vroeg weg. Ja. He, neem je lekker een kopje koffie mee of een broodje. Nou, en dan ga je heerlijk rondwandelen. Koffie mee met een broodje? Ja, natuurlijk. Je zit gewoon in eigen land. Dan ga je toch die horeca een beetje spekken in dat Nederland, na die corona? Nee, je gaat daar wel zitten. Dan ga je daar lunchen of zo, weet je. Dan doe je die hele tour. Oh, ja.
Dan ga je terug en dan neem je nog een beetje een omweg. En dan ga je ergens lekker een ijsje eten op een bankje, lekker in de zon. Oh, ja. Nou, en dan rij je het laatste stukje en gewoon rustig rijden. En niet 130 gassen over de snelweg. Nee, nee, mooi. Dat een landelijke route zo. Oh ja, ondanks de hoge benzineprijzen. En Nederland is zo mooi. Ja, dat, ja, nou, wel hoge energieprijzen. Maar ja, weet je, het is je vakantie. Rijdt niet hard. Nee, het is ook vakantie. En als je dan s'avonds thuis komt, dan ben je helemaal voldaan. Ja, dan ben je helemaal voldaan van zo'n dag. Ja, dan ben je het ook helemaal zat. Ja. Dan ben je het zat en dan denk je, oh, leuk, wat is het heet? Wat moet ik eten vanavond? Ja, dat moet je van tevoren even plannen. Ja, nou, ik zou dan toch zeggen, Slot Zuilen, echt een aanrader. Ja, lijkt me ook heel leuk. Ik zou dat echt aanbevelen aan de mensen die vandaag onze podcast luisteren of kijken op kijk.nl. Gewoon een keer doen. Ga je helemaal terug in de tijd. Leuk. Ja. Ja. Wij gaan nu positief roddelen. Ja, nou, we gaan positief roddelen. Nou, laten we het eerst eens even hebben over Linda de Mol. Nou, dat vond ik ook alweer zo gezeik in die media. Erg, zaten ze weer van, ja, en zij gaat terug bij haar ex-vriend Jeroen. Nee. En toen uiteindelijk heeft Xenia, die ken ik persoonlijk, haar manager. Xenia, die woonde in Lisse, toch? Die woonde vroeger in Lisse. Ja. En die zei gewoon van, het is helemaal niet waar. Nee, precies. Kan je nagaan. Dus dan voelt zij zich zo verplicht om dat inderdaad recht te zetten. Want je wordt dat natuurlijk niet goed van dat mensen maar weer van alles gaan roepen. Het is verschrikkelijk. Ja, en ze hadden ook gezegd van ja, kan ze dat nog wel doen? Dat ik hou van Holland, zo'n frivole show. En denk ik, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat zij, wat Jeroen haar heeft aangedaan en andere mensen. Ja, dat is toch belachelijk? Belachelijk. Het is echt belachelijk. Iemand roept iets en het wordt opgeblazen en huppakee, iedereen valt over elkaar heen. Ja. Linda moet gewoon lekker doen waar ze goed in is en ze moet eerst... ik zou zeggen, nee, ze heeft ook al een tijd rust genomen natuurlijk. Hè? Want ze is natuurlijk, ze staat ook niet meer op de cover van het blad en zo. Dat snap ik ook. Ik bedoel, daar heb je dan gewoon even helemaal geen zin in. Oh, ik zit, je zit helemaal met je oor tegen dat ding. Ja, ik zit tegen dat ding. Maar ik bedoel, ook al duurt het een half jaar of een jaar, laat het lekker gaan. En als je denkt van, nou, ik heb er weer zin in, dan ga je gewoon weer doen waar je zin in hebt. En laat die mensen allemaal lullen. Ja, ik zou zeggen, Linda, blijf trouw aan jezelf en hou van jezelf. En de rest kan de pot op. Precies, zo is het. Ja, ik kan me eigenlijk een soortement kwaad om maken gewoon weer. Ja, rustig, maar rustig. Slecht voor je bloeddruk, hè? Ja, nou ja, oké. Nou ja, dat was Linda dan. En dan hadden we natuurlijk ook nog een ander. Die had een concert gegeven. Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran. Die, dat klopt. Die was... Zo'n van die man. Nee, moet je luisteren. Die heet... Die doet het heel anders. Die doet het heel goed. Ja. Die heeft gewoon... Hoeveel hectare had hij wel niet om zijn huis? 16 of zo? 16 aren. Met zijn hele muur. Nee, hectare. Aren! Dat is helemaal niet veel, 16 aren. Dat maakt toch ook helemaal niet uit. Maar er zat wel een hele muur omheen. En hij doet alleen maar uitingen wat te maken heeft met muziek. Ja, precies. Alle privé, ook dat hij ging verloven en trouwen en zo, heeft hij allemaal buiten de publiciteit gehouden. Vind ik trouwens wel knap, want ik bedoel, daar liggen ze natuurlijk ook op de stoep. Ja, maar buiten de muur dan. Heeft volgens mij 1,5 tot 2 jaar geduurd voordat het toen uitkwam dat hij getrouwd was. Ja. En hij heeft ook gewoon nog... Weet je wat ik ook zo leuk vind? Hij heeft gewoon nog zo'n hele... Wat onze oma Renkema ook had. Mm. Zo'n ouderwetse Nokia. Oh, zo'n Nokiaatje. Een Nokia, waarom dan? Omdat hij anders afgeluisterd wordt. Dat weet ik niet, ik denk het. Nou, ik heb wel eens gelezen dat als mensen bij hem op bezoek komen... dan moeten ze de telefoon inleveren. Die wordt gewoon ergens in een kluis gelegd of in de keuken. In keukenmandje, weet ik veel. Maar hij wil niet dat ze die meenemen. Hè, als ze zitten te praten in de zithoek, zeg maar... dat ze de hele tijd op die telefoon gaan kijken... en dat er gepiept wordt of dat hij afgeluisterd wordt. Ja, dat is natuurlijk bij vind hem. Ik heel goed eigenlijk, want dat doen ze op scholen toch ook? Ja, eigenlijk moeten wij dat hier in huis ook doen. Als Dirk en Montana en Maxime Liro komen, gewoon die telefoon inleveren. Want weet je, tijdens de ook, dan zitten ze vaak gewoon nog... en dan moet het toetje nog komen en dan zitten ze al helemaal weer zo te doen. Ja, eigenlijk is het niet Montana. Leuk. Oh, nou, dan moet je het niet zelf ook doen. Nou. Geef hier die telefoon. Nou, niet doen mijn telefoon. Wegleggen. Ja, je ziet het net te promoten. Dat is helemaal niet leuk. Nou, dan hadden we nog die Frank Masmeijer. Nou ja, die... Oh, ook zo'n verhaal, die was in de jaren 80 heel erg bekend. Hij was presentator van een quizprogramma. Ja, bij de NCRV, toch? Volgens mij wel. Ja, bij de NCRV. Ja. De Frank en Vrij Show. En hij was daarvoor was hij nog een semi-professionele voetballer. Oh, ook nog. Ja, semi-professionele. Ja, nou, ik ken hem wel van tv, Altijd een beetje zo'n glad gezicht, weet je wel? Een beetje zo'n... glad gezicht? Ja, ik weet niet. Zo'n ideale schoonzoon gezicht, zeg maar. Oh, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee. Maar dat was hij ook niet. Dat bleek later wel. Want toen kwamen er toch allemaal van die containers met bananen binnen in... In België? In België. Was helemaal met drugs.
Helemaal met druk. Hoe zie je het? Ja, mensen wat, dat doen, hè? Ja, erg. Zeven jaar heeft hij daar in dat gevangen gezeten. Ja. Zeven jaar. En nou heeft hij gratie van Willem-Alexander gekregen. Ja, maar dat gaat natuurlijk allemaal via een minister of zo, hè? Ja. Maar heel Twitter rolt er overheen, want die vinden het allemaal belachelijk. Ja, en weet je, drugs is natuurlijk wel een zware crimie, hè? Ja, nou, ik heb het gelukkig nog nooit gebruikt. Nee, ik ook niet. Moet je niet aan denken. Nee, ik weet uit ervaring in de familie natuurlijk wat een ellende het allemaal aanricht. En het is een zware straf, maar dat hoort er ook bij. Dus ik vind het heel raar dat hij ineens vrijkomt. Hij zelf trouwens ook, want hij dacht van, hè? Mag ik ineens naar buiten? Ja, dat klopt. Nou ja, weet je wat het is? Laten we nou maar positief afsluiten met Frank. Hij kan nou lekker thuis zitten in de tuin met dat hete weer. En genieten van deze zomer. Beter dan in achter die tralies. Ik hoop dat hij ervan geleerd heeft. En dat hij zegt, nou, dit zal ik nooit meer doen. Nee, precies. Dat klopt. Dat hoop ik dat ook. Dat is dan nog het positieve eraan. Ja, precies. Nou, gaan we nou nog inbellen met Richard? We krijgen eerst nog de BN'er van de week. Oh ja, de BN'er van de week. Dat klopt. Nou, daar heb ik wel een idee over. Ja, ik weet het. Jij fluistert mij in. Ja. Nou, zeg jij het dan maar. Nou, ik vind Lieke Martens. Ja, want ik ook. Ik vind haar echt... zij is zo goed geweest de afgelopen jaren. Zo in opkomst. En nou sta je ervoor voor zo'n heel seizoen. Ja. Om je te kwalificeren. En dan krijg je last van je voet. Dat vind ik echt zo sneu. Ook voor de andere meiden in het team natuurlijk. En ook voor de trainer. Maar vind je ook niet? Ja, Lieke Martens. Ja. Ja. Maken jouw BN'er van de week om je even een oppeppertje te geven. Ja, nou, misschien hoort ze het wel niet, maar wij denken wel aan haar. Ik vind het echt heel sneu. Ja, ik ook. Nou ja, het enige positieve aan die voetblessure is natuurlijk dat zij dan inderdaad onze BN'er van de week is geworden. Ja, dat is dan een hele schrale troost. Ja, nee hoor, dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, we gaan inbellen. Oh, eindelijk. Wat goed! Ja. Hey! Daar is die. Nou, moet je luisteren. Hallo, hoe is het? Het gaat goed. Zitten we er al in? Ja, we zitten erin. Ja, ik heb lekker een blokje kaas voor mezelf gedaan. Ja, je hebt gelijk. Oh, lekker. Nou, wij zitten aan de vega. Dat is beter dan dit. Wij zitten aan de vega vandaag. Veganworst. Oh, nou, is toch ook goed? Niet zijn nachelen. Nee, dat is niet lekker. Het is wel goed voor de dieren, maar het is niet lekker. Nee, absoluut. Ja. Ik ben helemaal gebrand, zie je dat? Oh ja, Martin ook, joh. Die is helemaal rood. Oh, echt? Het gaat zo hard. Ik heb met die hittegolf heb ik 70 kilometer gefietst met mijn vader. Oh. Dat is een beetje gek om te doen achteraf. Ja, dat is ook niet verstandig. Oh, wat erg. Met John? Met John, op de fiets. Die is 73, die oude tak. Maar die gaat hartstikke goed, hoor. Heeft hij een elektrische fiets of een gewone? Ja, lieverd, wij zijn te teer gebouwd voor een gewone fiets. Oh ja, je hebt gelijk. Oh, ik heb ook een elektrische. Ik vind het heerlijk. Ja, heerlijk. Hé, hey, luister, nog gefeliciteerd hè, met je driejarig huwelijk. Dankjewel. Met Marco. Hartstikke leuk, drie jaar. Leuk, ja. Ja, heb je nog wat leuks gedaan? Nou, we lagen uitgeteld op de bank, want het was 44 graden bij ons in huis. Oh ja. Dus ik heb heel weinig leuks gedaan. Oh, wat erg. Eten gaan hebben we ook afgezegd, want ik dacht, ik had helemaal geen zin. Nou ja, voordat ik geen zin heb om te eten, dan ben je toch ver weg. Ja. Van temperaturen. Maar ik heb een broodje doorheen gehaald en een blikje Cola Light. En verder was ik op sterven na dood. Dus wat erg. Erg. Ja. En weet je, je drinkt ook bijna geen wijn met dat heet weer van 40 graden. Ik drink sowieso heel graag gin tonic. En dat is lekker hoor, met dat hete weer. Ja. Gin tonic. Met veel ijs en wat sinaasappel erin. Ja, dat vind ik wel lekker hoor. Lekker. Oh. Weet je wat ook lekker is met het warme weer? Karnemelk. Oh nee. Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Ja. Dat is dat beetje zure. Dat is zo lekker als het zo warm is. Dat vind ik zo vies. Nou, luister eens. Oh, dat hoef ik dat niet meer te vragen. Wat wilde je vragen? Ja, nou ja, ik wilde vragen, wat is jouw positieve nieuws van de week? Maar hoezo hoef je dat niet meer te vragen? Nou ja, dan ga jij waarschijnlijk zeggen, omdat ik 3 jaar getrouwd ben. Ja, of de rit met zijn vader. Dat was geen nieuws, want zag ik in principe al 3 jaar aankomen dat ik nu 3 jaar getrouwd zou zijn. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, dat is waar. Dat was natuurlijk het leuke nieuws van deze week. Maar wat ik het positieve nieuws ook van de week, is eigenlijk van de maand. Want dat weet ik al 2,5 week. Daar was ik zo blij om dat mijn voorstelling is genomineerd voor de Pulifinario, de prijs voor de beste theatervoorstelling van het seizoen in de categorie entertainment. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Oh, geweldig. Leuk. Nou, ik snap dat wel. Ja, samen met Alex Klaassen, die is ook genomineerd. Dat is natuurlijk heel erg goed, dus ik heb een geduchte concurrentie, maar ik ben heel trots. Leuk. Ja, oh, wat goed. Ja, dat is zeker mooi nieuws. Nou ja, wij zeiden nog van de week, of vandaag volgens mij nog, toen wij natuurlijk bij jouw show waren geweest, wat fantastisch, dat jij gewoon 2 uur lang achter elkaar kan lullen en dan grappen en dan... Het is gewoon... Maar ook zonder
vroeger had een cabaretier nog van die velletjes voor zich liggen, weet je wel. Nee, als ik ze dan... niet. Nee, jij doet alles uit je hoofd. Nou, in het begin wel hoor. Als ik begin met try-out, heb ik het script bij de hand en dan moet ik wel eens bladeren, omdat ik het niet meer weet. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, kan je me midden in de nacht wakker maken, half in de voorstelling beginnen, gooi ik hem er zo uit. Ja, ja, kan het. Ja. Ja. Maar dat kost heel veel energie natuurlijk en heel veel concentratie. Nou ja, ik snap niet dat ik nog niet op mijn streefgewicht ben, maar goed. Ik doe dit 5 keer per week, 6 keer per week, soms 7 keer, ja, maar ja, ja, prima. Precies. Ja. Nou, in ieder geval hartstikke gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zeker, zeker. Ja. Nou, ik heb ook een leuke vraag voor je. Heeft een vraag. Nou. Wanneer ben je op je allergelukkigst? Wanneer ik op mijn allergelukkigst ben? Nou, sowieso ben ik heel erg gelukkig als ik op de fiets zit in de natuur. Dat vertelde ik net al even. Dat ik met mijn vader veel fiets, ook veel alleen. Omdat je dan lekker het hoofd schoon kan maken. Maar ik ben toch eigenlijk, als ik er goed over nadenk, op mijn allergelukkigst als ik aan een tafel zit met een aantal goede vrienden of hele leuke kennissen. Want het hoeft ook niet altijd mensen te zijn die je wekelijks ziet. Waar goed te eten is, lekker te drinken, goede gesprekken en vooral heel veel lachen. Ja, dat vind ik toch een van de allerleukste dingen. Eten met vrienden is toch eigenlijk het leukste wat er is. Dat is ook zo. Ja, dat en een klein roddeltje tussendoor. Anna, wij noemen het altijd, we bespreken karakters. We roddelen niet, we bespreken karakters. Ja, wij noemen het positief roddelen. Ja, precies. Dat doen wij. Ja. Oh ja, leuk, leuk. Ja, leuk. Heb jij nog een vraag voor Ries? Ja, dat vind ik ook altijd wel leuk. Wat vind jij zelf jouw allerbeste of mooiste eigenschap? Oh, dus ja. Mag je een keer heel positief zijn over jezelf? Ja. Oh, dan mag ik heel positief op. Weet je, dat ik dan, daar heb ik me helemaal niet zo voor. Nou, volgens mij dat ik wel een gul ben in mijn. En niet bedoel ik niet met geld weggeven of spullen, maar meer in mijn vriendschap. Dat ik gewoon. Ik gun iedereen echt altijd het allerbeste. En ik ken eigenlijk geen jaloezie. Misschien dat ik dat vroeger eens had in de liefde of zo, maar nee, helemaal niet. Ik bedoel, als jij nou morgen de straatprijs wint, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat ik dan uitgenodigd word voor een borrel. Maar verder, ik ken geen afgunst en ik ken niet. Nee, dus ik ben wel echt iemand die. Ik hou van verbinden. Dus ik doe lekker koken voor mensen. Ja. Ik organiseer altijd van alles. Ja. Marco is mijn man, is wat dan gaat veel flegmatischer en rustiger. En die denkt dat komt allemaal wel goed. Ja. Maar nee, dus ik denk dat ik in mijn vriendschappen wel gul ben. Ja, maar ook wel een beetje soms. En zelfs als het over is, kan ik nog heel lang blijven hangen in. Oh, want daar vind ik altijd Martien zo goed in. Als het klaar is, is het klaar, heb je ooit eens een keer gezegd. Ja. En dan heb ik nog. Ik blijf dan nog jaren hangen in iets wat misschien niet helemaal goed loopt. Maar uiteindelijk is het ook wel klaar. Ja. Uiteindelijk is het toch klaar. Dat vind ik ook. En jij bent natuurlijk. Dan heb je 3 keer een poging gedaan. Dan denk je nou een oprot ook. Dat is. Maar ik kan ver gaan. Ik ben heel lang en heel. Ik ben een soort labrador. Je kunt me in principe een trap geven. Kom ik toch weer terug. Ja. Nou, maar dat is wel heel positief. Want jij bent vaak wel te zwart-wit, hoor. Hoezo? Nou, jij gooit gewoon heel gauw de handdoek in de ring met allerlei dingen. Oh, met werkzaamheden. Ja, werk, mensen ook. Ja, mensen. Nee hoor, als ik bij besodemiet het woord, dan is het klaar. Dan ga ik geen energie meer insteken. Dat vind ik zonde van mijn tijd en van mijn energie. Nee, maar wat Richard zegt, gul zijn en inderdaad iedereen alles gunnen en blij zijn voor een ander. Dat is een hele goede. Ja, jullie allebei. Dat hebben wij allebei. Ja. Ik vind het ook echt leuk als inderdaad. Ik kan dan weer helemaal kijken naar de kerst, dat we dan met z'n allen gaan zitten en lekker. Nou, het zou even. Ja, maar daar ben je zelf bij. Nee, wat gun je een ander? Hè? Wat gun je een ander? Ja, wat gun je een ander? Ja. Ja, dat klopt. Nou, volgens mij ook alles, toch? Ja, jij tuurlijk. Bent ook geen jaloers persoon. Nee, helemaal ik vind het vreselijk, mens. Dan denk ik, wat erg dat mensen jaloers kunnen zijn. Maar ik denk dat voor de mensen zelf ook heel naar is. Richard, we hebben voor jou een dilemma. Want dat doen we altijd in onze podcast. Nee, ik had toch nog een vraag. Nee hoor, Richard, wacht even op mij. Ja, dan wacht ik op jou. Ja, wacht even op mij. Wacht eventjes. Waar stond het nou? Oh ja, wat doe je liever? TV of in het theater staan? Ah, hou toch op. Theater. Ja, natuurlijk. Ja. Dat wist ik eigenlijk wel. Met nano's. Televisie is hartstikke leuk om te maken, maar het is ook vluchtig. Ja. En het is ook voor mij een wereld die ik na 23 jaar nog steeds niet heel goed begrijp. Ik vind het heel gezellig. Het is vaak met een leuk team. Maar nee, joh, ik ben echt iemand, ik moet op dat toneel. Ja, en lekker denk ik een kleine clubpie. Ja. Ik heb het in mijn eigen handen. Ik ben van niemand afhankelijk. Ik mag namelijk altijd meedoen van mezelf. Dat is ook zo simpel. Dat is ideaal. Nee, ik ben echt een theaterman. Theatermens. Ja. Maar het is leuk om te doen. En het heeft me ook geholpen. Dus ik moet ook niet op mijn eigen nest gaan zitten schijten nu. Want het is ook, weet je wel, doordat ik op tv ben gekomen, komen er weer mensen bij je kijken in theater. Ja, dat is ook zo. Maar mijn hart ligt op het toneel. Ja, precies. Ja, snap ik. Nou ja, goed. Mag ik nu het dilemma voorlezen? Ja, nou mag jij het dilemma. Ik neem nog een beetje van die vreselijke thee. Nou, Richard, luister.
Of je mag de rest van je leven, 8 voorstellingen per week, nog maar 1 rol spelen. Namelijk die van Monsieur Thénardier in Les Misérables. Ja. Nou, dat zijn dan ongeveer 384 voorstellingen per jaar. Of vanaf nu breng je de rest van je dagen door als marktkoopman. Nee, dan ga ik voor Thénardier. Echt waar? Ja. 8 keer in de week? Ja, 8 keer in de week. Ja, dat is wel zwaar. Want ik had nu van mijn laatste voorstelling, die jullie dan ook gezien hebben, had ik er 2 keer een week bij met 7. En dan op zondag 2. Dus eentje om 3 uur. En dan mag je... Volgens mij de avond nadat jullie waren geweest, moest dat klopt. Die dag daarna moest je 2 doen. Ja, nou, toen kon ik in principe s'avonds opgebaard worden. Dat was wel pittig. Maar, ik hou zo van theater. En Thénardier heb ik gespeeld jaren geleden. Was ik de vervanger van Carlo Bossart. Oké. Okay. Dus ik ken die rol goed. Dat is eigenlijk een van de leukste rollen van het stuk. Dus überhaupt een musical waar je beter in kan staan dan naar kan kijken. Want ik vind het nogal een slepende kwestie. Maar het is een hele lange musical met heel veel zwaarte. Maar om te spelen was dat wel echt te gek, hoor. Dus 8 keer per week. Ja, dat is wel veel. En de rest van mijn leven... Ja, als marktkoopman. Ja. Ja, maar als marktkoopman ook 8 keer per week. Nee, gewoon elke dag natuurlijk. Maar dat is dan denk ik gewoon 5 dagen in de week. Ja, dan mag gewoon, je wel kiezen. Wil je de groente? Nee. Ik ga voor Thénardier. Nou, ja, hij gaat toch voor de musical. Ja. En als je nou wel had gekozen voor die marktkoopman, in wat voor artikelen had je dan het liefst op de markt gestaan? Nou, dan lijkt me het slimst iets wat niet te eten is. Want dan ga ik natuurlijk mijn halve kraampje ga ik dan zelf aan beginnen. Want ik heb ooit in een patatzaak gewerkt. Nou ja, dat was natuurlijk dodelijk. Ik zou eerder op een brokante willen staan. Dus mooie spullen. Oh ja, dat is wel weer leuk. Spullen. Ja, dat is leuk. Ja, dat past bij jou. Leuk. Of stoffen. Of stoffen. Zie je ook bijna niet meer. Stoffen op een markt. Nooit meer. Vroeger wel. Ja, in Leiden hebben ze dat nog wel. Maar dat zie je ook bijna nooit meer. Nee. Nou ja, moet je luisteren. Wij gaan afsluiten. Dank je wel voor je positieve input. Nou ja, joh, je vader en moeder, de groeten. Marco, de groeten. Ik doe het. Ja, oké. Okay. Doei. Doeg. Nou, enig. Ja, enig. Moet je luisteren. Ja. Wij moeten eventjes kijken. Man, ja, leuke. En altijd positief, hè. Altijd gezellig. Altijd leuk. Ja. En die vader en moeder zijn ook zo leuk. Die Ria en die John. Ja. Die zijn ook enig. Nou, en het was inderdaad fantastisch, hè. Dat hele gebeuren daarin. Dat, hoe heette het nou? Het Luxor heet het. Het oude, toch? Het oude? Het oude Luxor. Ja. In Rotterdam, in 010. Nou ja, we gaan even naar, we gaan naar de afsluiter, hè. Ik ook van jou. Ja. Ik moet je luisteren. Ik heb erover... Vertel maar. Ja, oh, nou, ik heb erover nagedacht. Ik kon je wel vermoorden deze week. Nou, Erika... Ik kon niks bedenken. Het was zo'n... Ja. Slome, hete week. Dat... Ik ook niet. Ik heb ook niks. Maar ook niet echt dat ik zeg van... Nou, ik hou van je om dat. Dat is er ook niet. Het was eigenlijk gewoon een hele kabbelende week. Er zaten geen uitschieters naar boven of naar beneden in. Nee. Oké, okay, nou ja, dan gaan we hiermee afsluiten. Ja. Heel lekker weekend iedereen. Jij gaat zo naar België. Ik ga zo naar België. Oh, helemaal geen zin. Ik moet helemaal meer dan 2 uur in die auto zitten. Helemaal. Ik moet me nog omkleden, want zo kan ik natuurlijk niet... Ja, wat moet ik nou eten, Martin? Nee hoor, ik haal lekker een pizzaatje voor mezelf. Oh ja, meiden, gooi toch die oven aan. Weet je hoe die oven aan moet? Ja, dat weet ik wel. Nou, oké. Okay. Nou, we gaan afsluiten hoor. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag. Doeg. Wat goed.